als we een nieuw gezicht vertonen bij GameKings, en dat hebben we gedaan op brievenmaandag, dus op maandag, dan wil je eigenlijk ook altijd wat meer weten over dat persoon. Namelijk, wat voor gamer is het? Ik bedoel, we gaan niet alles vertellen, waar is die opgegroeid en weet ik allemaal. Maar als gamer, wat voor type gamer is die persoon? Welke games houdt hij van? Wanneer is die begonnen met gamen? En daarom, Jasper, zit je gewoon hier. Je zit hier gewoon aan tafel, je hebt je broodtrommeltje. Dat vind ik wel leuk, je kwam gewoon met dit broodtrommeltje aan. Zeker. Gezellig uit de auto. Met je bammetjes zitten er gewoon in een Nintendo doosje. Nee, dat is een beetje onzin natuurlijk. Er zit ook echt games in, hè, volgens mij. Klopt, er zitten wel games in. Ik heb niet gedubbelcheckt welke, maar hij is gevuld. Hij heeft wel in de zon gelegen. Ja, ja. Mea culpa. Een beetje van geld. Nee, en we doen het in de vorm van, ken je deze nog? Eigenlijk wel ideaal daarvoor. Het is eigenlijk een beetje jouw geschiedenis, jouw leven als gamer. En ik vind het een vreselijke kutterm, want je bent veel meer dan een gamer. Je maakt muziek, je maakt heel veel video's. Je houdt van alles eigenlijk. Mm. Maar je houdt ook van games. Zeker, zeker. Dat is wel een terugkerende rode draad. Ja, je hebt ooit ook namelijk bij ons stage gelopen. Ja. In heel ver van, hoe lang geleden is dat dan wel niet meer? 12 jaar geleden. 12 jaar geleden? Ja, 2010 was dat. 2009, 2010. De oplettendste der oplettende kijkers zullen mij dus ook wel eens kunnen hebben gezien. Ik heb daar een item voor de camera gedaan waarin ik toen ook de top 10 games van dat jaar deed. Oh, oké. Was een daverend succes. Oké. Okay. Moet je maar van me aannemen, want die video bestaat helaas niet meer. Nee. Dus ja, dat is alweer 12 jaar geleden, maar de liefde voor Blammo en gamen is nooit bekoeld bij mij. Dus, want ja. Dat was ook de reden voor jou van, je was een editor, een vormgever, en jij wilde heel graag iets met gaming doen. Ja, ja, nou ja, ik ben ook daarnaast radiopresentator geweest en ik ben rapper, ik maak beats, ik ben gewoon een soort creatief duizendpoot. En, mm-hmm. Ja, ik heb eigenlijk altijd gewoon liefde gehad voor gamen. En ik ben een paar jaar geleden met een paar ex-stagiairs van GameKings hebben we ook een gaming site opgezet. Ben okay. Ik zelf. En ik hou ook heel erg van recensies schrijven. Ja. Bijvoorbeeld vroeger toen wij de N64 thuis hadden, gingen mijn broer en ik ook elke maand, we hadden dan een top 10, die hingen we dan op de trap, zeg maar. En dat was echt, het was altijd, ja, we waren ook wel echt gek gewoon op schrijven en lullen over games. Ja. Dus ik dacht, ja, hey, maar weer eens even aankloppen bij Blammo. Ja, nee, hartstikke leuk. Ik bedoel, ja, ik ben ook een schrijver van puur zang, van origine. Mm-hmm. Dat is niet meer zo 2022 schrijven. Helaas, wat mij betreft, want ik vind schrijven nog steeds ontzettend leuk. Je kan je nog beter uitdrukken dan zeker ik met mijn verhakkelingen met praten. Maar ik ben toch even benieuwd. Toen je nog een heel klein Jaspertje was, wanneer ben jij in aanraking gekomen met het fenomeen videogames? Ja, ik denk dat mijn oudere broer had een Atari 2600. Ik heb dan vijf oudere broers, maar goed. Eén van die oudere broers had een Atari 2600. En dat was wel de eerste keer dat ik echt, gewoon zo'n, zoals je dat vroeger nog noemde, een kastje in de handen kreeg. Weet ja. Je? En even, dan ging ik daarmee spelen. En toen hoe dacht oud ik, was je toen? Ik denk 4, 5 of zo. En toen kwam ik op de basisschool en daar had de vader van een vriendje van mij, Niels Melishoek, ik weet niet of je kijkt, hoi. Die had een videotheek in Appingedam. Okay. En dat was als kind soort van Pandora's Box, soort van wereld van oneindige verrassingen. En daar had je dan Super Nintendo games en de Mega Drive was echt in die tijd. Mm-hmm. En dan mochten wij altijd nieuwe games, die mochten wij dan zeg maar mee naar huis nemen. Nou, dan knipte die vader die doosjes kapot en deden ze in zo'n videotheekbox. En dan konden wij de games testen. Wow. Maar eigenlijk wilden we alleen maar Zelda en Mario spelen de hele tijd. Maar ja, dat was wel, toen sloeg het echt de vonk echt over. Oké, okay, dus jouw instap, want bijvoorbeeld met Yui heb ik dit gesprek ook gehad. Zijn instap zat toch een beetje heel erg in het PlayStation tijdperk. Ja. En het wordt vaak ook gevormd door waar je op dat moment in aanraking mee komt. Bij jou was het dan een vriendje die toevallig die console had. Ja, en ja. Daar ben je dan ook gaan investeren en ben je eigenlijk verliefd op geworden. Ben je, en dat was vrij snel Nintendo. Ja, ja, het begin was wel echt Nintendo. Al moet ik wel zeggen dat wij vroeger ook een gaming, of een gaming PC. Ja. Mijn ouders hadden een administratie PC. Ja. Dat is niet om te gamen, was gewoon voor keiharde sheets. Maar daar had ik een spel op, dat heette Chuck Yeager's Air Combat. Dat was een soort 3D vliegspel. En ik vond het vet. Ja, wauw. Nou, ja. Dat was echt de eerste game waar ik gewoon voor de eerste keer dat ik gewoon zeg maar game overging en dacht, ik ga nog een keer. Dat ik wel dacht, dit vind ik vet. Dit vind ik vet, ja. Ja. Nee, want ik ken jou namelijk, ik heb je ook nog eens een keer ingehuurd voor First Look voor als het ging om Nintendo games. Je hebt heel vaak bij de Nintendo stand gestaan. Ja, Mario Kart tournament weet precies. Ik nog. Ja. Is dat nog steeds bij jou de bovenliggende partij? Of? Nee, maar het is niet op de achtergrond gedrukt. Ik moet zeggen, ik vind Nintendo nog steeds heel vet.
Maar ik denk wel dat ik tegenwoordig probeer ik echt niet zo genregebonden te kijken. Ik ben wat dat betreft best wel religieus. Bij Metacritic bijvoorbeeld, als ik gewoon een goede game zie en het is niet mijn genre, dan denk ik, ik ga dit gewoon proberen. Want okay, als heel veel mensen zeggen dat het vet is, dan wil ik gewoon uitvogelen waarom vinden dan heel veel mensen dat vet. En ja, dat is in het begin soms wel moeilijk, maar ja, ik weet niet, weet je, zo kom ik wel veel op het spoor. Ja. Terwijl we hier kijken naar een goede oude klassieker. Ja. Een van de eerste die ik... Snap jij de games ook? Want als je 4 bent, dan vraag ik me altijd af. Kijk, ik ben een ander type gamer. Ten eerste ben ik al heel oud. en toen ik jong was, toen waren er geen videogames. Toen speelde ik gewoon buiten en soldaatje en dat soort dingen. Maar op een gegeven moment kwamen die games ook in. En het deed me allemaal niet zoveel. Ik was veel meer bezig met sport en dat soort dingen. En ik ben pas vrij laat ingerold. Ik kan me voorstellen, als je 4 bent, dat je nog niet helemaal begrijpt wat er gebeurt in die game. Nee, nee, absoluut. En ik weet ook nog wel dat ik toen ik Zelda's Link to the Past, die speelde ik toen op de Super Nintendo. Ja. Ik echt aan die vader van het vriendje moest vragen van, wat betekent hield? Weet je, dat was dan health. Maar ja, dat wisten we niet. Maar ja, dat je duur, zeg maar, alle dialoogboxjes in die game was voor mij een soort raadsel, weet je. Ik snapte totaal niet wat daar gebeurde. Dus, maar ja, kijk, een game als Mario is heel self-explanatory. Hè? Ik had het daar gisteren ook over met een vriend van me. Zeg maar, het eerste stukje van de eerste Mario game is een soort masterclass in game design, weet je. Want je kan eigenlijk alleen maar naar rechts. Ja. Nou, je wordt direct uitgenodigd om over een mannetje heen te springen. Dan sta je eigenlijk al onder dat blok. Dan spring je, komt er een paddenstoel uit en die komt dan ook sowieso tegen je aan. En dan heb je eigenlijk de hele game al door. Ja. Dus ja, dat als kind... Ik snap wat je bedoelt, ja. En... was je ook gewoon gefascineerd door, fuck, er gebeurt van alles nog wat. En wat ik doe, dat zie ik dan op het scherm. En dat fuck, dat is leuk. Nou ja, ik denk dat de games van vroeger misschien ook wel wat simpeler waren van aard, weet je. Dus als jij nu een... Maar wel moeilijker om te spelen. Ja, wel minder vergevingsgezind, ja. Ja, dat is natuurlijk ook omdat als je 4 bent, ga je de hele tijd dood. Ja, ik weet nog van Yui, die vindt een van zijn spellen wat hij het vetst vond, kwam hij nooit voorbij het eerste level. En toch vond hij het vetste game ooit. Ja, dat zeg je wel wat. Dat is wel een goede vraag. Want eigenlijk ook met Super Mario World en zo, ik ging echt aan de lopende band dood. Maar weet je, als je kind bent, dan heb je geen idee waar die wereld ophoudt. Dan denk je ook nog van, het is een sidescroller, maar je denkt, ik kan ook nog de diepte in of zo. Misschien de lucht in en de grond in. En ja, ik weet niet. Het was voor mij echt, ik tekende bijvoorbeeld op de duur ook alleen nog maar gamewerelden. Dan kwam ik thuis en dan hadden we geen Nintendo. Dus ik wilde op de duur ook alleen maar bij dat vriendje spelen. Ja, ja. Maar dan ging ik gewoon gamewerelden tekenen met allemaal geheime, nou ja, grotten en... Ja. Laten we dan gewoon even kijken, want er zit wel een soort van chronologisch verloop in. Ik heb wat games van je gehad. We gaan de 10, als het goed is, misschien wel iets meer... Misschien heb ik er eentje bij je gesmokkeld. Ja, gaan we bespreken. Daarnaast heb je ook heel veel runner-ups, maar dat is een beetje een jelle iets. Van. Runner-ups, dat vind ik altijd zo makkelijk, weet je. Je moet gewoon 10 games, weet je, dat is mijn geschiedenis en niet... deze zou ook nog kunnen, maar net niet. Maar kijk, als jij al zegt dat jij laat bent begonnen, dan heb je natuurlijk ook mazzel. Dan is het voor jou makkelijker om een 10 te vinden, want dan heb je... Nee, je kan gewoon nog een tweede editie doen. Dat is geen probleem. Over een maand doen we gewoon nog een editie. Dan haal je een paar andere erbij. Wordt het zo... Scheur er maar af, die runner-ups. Ja, nou, whatever. De eerste game die jij hebt aangegeven, en het lijkt me ook wel redelijk chronologisch, is Castlevania... Symphony of the Night. Ja. Symphony of the Night op de GBA. En eigenlijk zeg je dan ook van de GBA, de DS, Castlevania. Dus het is een genre op zich. En er zijn veel mensen ook bij ons die dit gewoon heel erg vet vinden. Wat vind jij hier vet aan? Nou ja, kijk, Symphony of the Night is natuurlijk de PlayStation 1 Castlevania. Dat is eigenlijk de eerste Castlevania die een open wereld concept aanhoudt. Mm-hmm. Maar de voorgaande Castlevania 1, 2, 3 en 4, die zijn eigenlijk heel erg van... Je hebt 9 levels en dan kom je bij de baas en dan geef je hem op zijn flikker en dan mag je weer een andere game kopen. Maar Symphony of the Night is de eerste game die een aaneengeschakelde wereld heeft, waarin je dus ook eigenlijk vrij kan ronddolen en echt kan ontdekken. Ja. En Symphony of the Night is ook eigenlijk dat genre dat ze nu dus Metroidvania's noemen. Het is eigenlijk Metroid en dat spel hebben echt dat uit de grond gestampt. Mm-hmm. Dat concept gameplay. En ja, dat concept werkt eigenlijk gewoon altijd, weet je. Voor mij dan. Ik bedoel, games als Axiom Verge heb je. Nou, je hebt Metroidvania games. Zo zijn het tegenwoordig, dat is gewoon een genre op zich geworden. En dit is echt voor mij de soort van de granddaddy of them all, zeg maar. En, is er nog te weinig van dat genre? Maar ik weet ook, jij bent een fan van indie games. Je bent iemand die ietsje verder kijkt dan zeg maar de mainstream games. Mm-hmm. Moet je dan daar echt zijn om nog goede Metroidvania games te vinden? Ja, daar zeg je wel wat. Ja, enerzijds wel, maar aan de andere kant, je hebt bijvoorbeeld net Metroid Dread op de Switch, die is net uitgebracht een jaar geleden volgens mij. En dat is gewoon echt een Metroidvania sidescroller. Dus op zich, het is er wel, maar het is niet een concept wat... wat echt super mainstream is, denk ik maar. Het is niche, maar wel met een hardcore volging. En het is ook
wat je nu een beetje ziet met het hele Souls-like genre, zie je ook in één keer wordt het vanuit niche wordt een soort van mainstream door Elden Ring, hè, From Software, eer wie eer toekomt. En dan zie je opeens gaan alle andere bedrijven gaan het ook doen. Ja. En vaak zijn die gewoon niet zo tof. Nee. Je merkt wel inderdaad dat sommige... Ja, tenminste, ik moet zeggen, met Metroidvania games zijn bij indie developers zijn, merk je dat niet zo. Je kan ook als één persoon echt een fantastisch level ontwerpen. Dus ja. Ik denk dat dat soort games veel minder development kracht vragen dan bijvoorbeeld echt een full-blown 3D singleplayer avontuur, zeg maar. Dus ja. Heb je dat zelf nooit willen doen? Games maken? Ja. Ja, joh. Maar ja, dat was mijn droom. Dat was mijn droom. Maar niet door opgegaan of... Het klinkt echt zo zielig. Dat was mijn droom. En nu heb ik geen droom. Nee, ja, nee. Ik weet niet. Ik hou van zoveel dingen creatief gezien. Ik vind, ik zou bijvoorbeeld nu... Ja, ik maak dus ook beats en muziek. En ik zou bijvoorbeeld wel een keer een soundtrack voor een game willen maken. Ja. Maar ik ben er denk ik achtergekomen dat naarmate games steeds complexer werden, dat mijn skillset ook dus steeds complexer moest. En ik heb mijn eigen niches waar ik goed in ben. Dus dat, Ja, realistisch heet hij dat. Nee, gewoon. Ja. Nee, ja, het kan. Nou ja, goed. Ja, ik had net een mooi bruggetje, want ik had net al een Souls-like game. En ja, de koning van de Souls-like, het Souls-like genre is natuurlijk From Software. Mm-hmm. Dark Souls... 1 remastered heb je er even bij gezet. Ja, maar ja. Vooruit. Ik haat altijd het woord remastered, maar... Ja, dat is gewoon puur omdat dat voor mij de ingang is in From Software. Ja. Ik heb een paar vrienden, Daniel en Sjors, als jullie kijken. Die mij... Geef nu al je vrienden? Straks ook je vader en je moeder? Ik heb maar drie vrienden. Dus dat waren ze alle drie. Oh, oké. Okay. Die jongens die zaten mij jarenlang te spammen van... Ja, dit is... Nou, dat valt trouwens met me. Die zeiden van, ja, dit is zo vet. Dit is gewoon de ultieme definitie van waar gamen echt om draait. Nou, en ik speelde het een paar keer en ik werd direct in elkaar getrapt door een of andere rotzak. En toen dacht ik, geen zin in. Nee. Maar naarmate ik meer modern day games, weet je, Assassin's Creed en zo aan het spelen was... Ik had het idee dat doodgaan niet zo erg meer was op het duur. En op het duur, je weet de hele map al en je wordt gewoon als gamer een beetje gepamperd. Waardoor je eigenlijk ook een beetje verwend wordt... En niet echt meer waardeerde. Ik denk dat ik gewoon niet meer waardeerde waar gamen voor mij ooit om draaiden. Ik heb op de Switch toevallig of all systems heb ik Dark Souls 1 Remastered gekocht. Ik weet niet, ik had ineens zoiets van ik ga het maar eens proberen. En wat er vervolgens gebeurde was een soort culture shock voor mij, zeg maar. Ja. Dat ik... Ik onderschrijf dit. Ik heb bijna hetzelfde als jou. Van ik ga hier ook veel dood in. Ik heb weinig geduld. Dus dan is het al een dodelijke combinatie voor dit soort games. Maar ik snap exact wat je bedoelt. Het klinkt heel raar, maar doodgaan... je moet het ook koesteren of... weten dat het iets zwaars is. Van dat het iets is wat je niet wil. Je moet pijn voelen op het moment dat je doodgaat. En in Assassin's Creed of dat soort games... de meer wat traditionele, de hedendaagse games... Het maakt allemaal niks uit, jongen. Je verliest niks. Nee. Je kan meteen save point. Dus ga je soms ook maar gewoon dood voor lol. En hier heb je echt iets van... Fuck, als ik die baas heb verslagen... Zo, ik heb nu wel wat gedaan, ik hoor. Heb echt gillend op de vloer gelegen toen ik Lord Gwyn had gepakt. Maar weet je wat? Ik denk dat moderne game developers dan... Ja, de grote devs zoals Ubisoft merk ik wel vaak... Als ik naar Assassin's Creed kijk, lijkt het alsof ze bang zijn dat de gamers aandacht verliezen. Dat je mag nooit te lang de aandacht verliezen. Dan zegt de game direct, hey, je gaat naar het zuiden, maar je moet naar het noorden. Ja. Terwijl deze game, dat had ik helemaal niet meegemaakt. Die liep me gewoon in het duister, weet je. Ik moest gewoon, begin van Dark Souls, ik rende een of andere grot in met allemaal skeletten. En ik kreeg me echt op mijn sodemieter. En ik had geen flauw idee waar ik heen moest. Dus ik had zoiets van, maar waar zijn de guideposts? Maar die waren er niet. Maar is dat ook niet een generatieding? Een generatie die nu al een aandacht spannen van... TikTok-niveau heeft. En het is exact wat je bedoelt. Games, de oude games, retro games, die waren gewoon fucking onvergeeflijk, weet je wel. En zo'n publisher zei dan gewoon, dan moet je maar meer gaan oefenen. Ja. Punt. En tegenwoordig zegt een publisher, serieus? Oh shit. Ik ga een andere moeilijkheidsgraad voor jou erin maken, precies, weet je wel. Doodsbang dat hij dan je game niet koopt. Ja. Terwijl ironisch is, From Software heeft de poot gewoon stijf gehouden. En die hebben een soort genre gemaakt gewoon van onvergeeflijk zijn. En gewoon heel rigide zeggen van, dit is de game. En al die assists zijn gewoon rudimentaire concepten die uit de game kunnen. Want dat maakt de game niet beter. Het maakt de game makkelijker. Zodat je misschien zodat meer mensen er niet gefrustreerd door raken. Maar juist het feit dat deze game mij echt gewoon zo mijn tanden in de controle zat ongeveer. Toen ik Dark Souls 1 uitspeelde, heb ik echt gewoon letterlijk op mijn knieën op de vloer gewoon zo gezeten. Ik zo, En ik heb direct die maat van mij gebeld. Ik zei, ik heb het spel uitgespeeld. En ik had hem op de duur ook een half jaar weggelegd. Vanwege Ornstein en Smoot. Zo'n twee bazen tegelijk krijg je dus. Ja, ja. Nou, ik kwam dat hok binnenlopen en die kwamen direct gewoon 5 km/u op me af. En toen dacht ik,
fuck dit. Dit ga ik nooit meer spelen. Nee, ik ben ook fysiek. Ik moet nog Elden Ring gaan proberen. Ik durf het gewoon niet. Ik weet gewoon, ik ga gewoon weer heel veel dood. Het is bijna geen game die dat doet. Want ja. Je zegt al heel gauw naar de setting, gewoon makkelijk. Precies, maar dat kan dus niet. En ik denk dat toen ik Dark Souls in de kast had gelegd, ongeveer na 8 maanden, joh, ik was weer lekker gewoon simpele games aan het spelen. En ik was aan het winnen en ik dacht, haha, ik voel me zo goed. En ik hoorde uit de hoek van mijn kamer, hoorde ik, Jasper. En dat was die game, jongen. Dat was gewoon dat spelletje. En die zei, ja, maar je weet dat je nog een finished business hebt. En nou, ja. Toen op een druilerige herfstavond zet ik zo'n dikke liter thee, zo'n dikke bierstein erbij. En ik zeg, weet je wat? We gaan het proberen. Okay. Nou, en vervolgens ging ik de halve avond dood. Maar aan het einde had ik ineens Ornstein en Smoot te pakken. En toen dacht ik, oh mijn god. Als ik die heb, kan ik alles aan. Nou, een uur later was ik bij de volgende baas en zat ik weer met mijn tanden in de controle. Maar ja, weet je. En ik ben nu dus thuis. Demon's Souls heb ik nu bijna uit. Die heb ik ook een half jaar in de kast gelegd. En Elden Ring heb ik nog niet geprobeerd. Die mag ik van mezelf pas spelen als ik Demon's Souls uit heb. Kijk eens aan. Dus, ja. Mario World en, nou laat zeg je er ook nog eens bij, Mario en Galaxy. Deze cassette. Ja, ja dat is wel eentje waar het echt mee is begonnen. Super Mario All-Stars en Super Mario World. Wat maakt... Ja, ik bedoel, bijna elke presentator komt wel met deze games aan. Wat maakt Mario dan zo ontzettend tof en goed? Ik denk dat het gewoon de ultimate masterclass is in game design. Het is zo eigenlijk... Het is een heel lineair spel, zeg maar. Je moet van links naar rechts. Het is... zo perfect uitgevoerd. En ik vind ook de ik zat laatst hem helemaal te trippen op hoe goed de character designs eigenlijk zijn van Nintendo. Gewoon van Yoshi, van Mario. Het is allemaal zo vanzelfsprekend geworden dat dat gewoon is wat het is. Maar als je erover nadenkt, is het echt gewoon... Ja, als ik het al zie, zeg maar. Ik vind het echt... Wat bedoel je? Van dat ze er herkenbaar uitzien? Nou ja, gewoon de manier waarop alles op... Ja, weet je, je hebt een hele consistente vormgeving in alles. De werelden, de characters, alles is heel mooi op elkaar afgestemd. Mm-hmm. Ze hebben echt een soort universum gemaakt waar ze ook steeds dingen aan toevoegen. Maar je weet altijd, als je iets van Nintendo of Mario ziet, dan weet je, oh ja, dat is dat Mario-universum waar dat in past. En ja, dat is eigenlijk nooit veranderd. Ik denk dat Nintendo heeft echt een kwaliteits soort van standaard die is bijna unparalleled. Dat maakt ze ook sterk. Dat ze gewoon eigenlijk nooit... lager gaan. Mm-hmm. Dat als iets niet kan daardoor, dan kan het maar niet. Nee, precies. Nou ja, een mooi voorbeeld is Metroid Prime 4, waar Miyamoto gewoon keihard heeft gezegd van, we trekken de stekker eruit, we gaan opnieuw beginnen, want zoals de game er nu uitziet, is het niet goed. En Nintendo zou dat gewoon nooit doen. Nee. Ik zit even te denken van, wat is nou echt een stinker die Nintendo heeft uitgedraaid? Nou. Ja, ze hebben... Ik denk dat ze met de... even kijken hoor. Die kartonnen shit die ze hebben gemaakt bij de Switch. Labo. Ja, dat soort dingen. Maar ik vind het ook wel... Het grappige is dat Nintendo ook heel veel dingen doet die we bij andere partijen heel hard afstraffen. Bijvoorbeeld hun shit is altijd knijterduur. Mm-hmm. En het wordt bijna nooit afgeprijsd. Ja, ja, ja. En toch valt niemand erover. En waarom? Omdat het kwaliteit is. Ja, en daar zit in de crux. Ik bedoel, een PlayStation die nu... een game die niet beter wordt, zegt van... Oké, bij $70. Mm-hmm. Weet je, en nu willen ze naar $80 toe. Dan zeggen mensen van... Ja, maar wacht even. Ik krijg er niet iets beter van. Weet je wel? Dat vind ik wel te prijzen bij hun. En ook zo'n labo... Dat geeft ze ook aan van, we zijn gewoon dingen aan het uitproberen. En de ene werkt wel en de andere werkt niet. Ja, kijk naar de Wii U bijvoorbeeld, weet je. Ze hebben ook, misschien was de Wii U als console wel... Ja, het was een bold move, maar ik denk dat ze gewoon te veel concepten in een tijd introduceerden waarin de wereld net zeg maar op een kantelpunt stond van dat iedereen heel erg die dingen zelf al creatief het is. De Wii U is geen handheld, het was net een beetje, het was nog voor thuis, maar je kon het dan wel naar de wc nemen. En de Switch is van, je kan hem, het is eigenlijk een hybride handheld. Precies, kijk, en de Switch is natuurlijk een fantastisch ding in de sens dat die software die Nintendo daarop uitbrengt is gewoon weer zo goed dat je eigenlijk... Je kan rechtvaardigen dat je een redelijk verouderde Nvidia-chip in zo'n ding propt. Want het draait allemaal wel prima. Mm-hmm. Maar ja, kijk, ik bedoel, games als The Witcher 3 zou ik niet zo snel op de Switch spelen. Maar het kan wel. En dat idee alleen al is heel vet. Ja. Ik denk dat Nintendo heeft natuurlijk die historie wel een beetje. Met de GBA ook al. Die was eigenlijk toen die uitkwam ook al best wel verouderd qua chip. Maar ja, als je daar gewoon Mario Bros. Op uitbrengt... Dan gaat iedereen daar gewoon weer de volle map voor betalen. Want ze hebben gewoon echt dat level software gewoon zo goed. Dus... Ja. Nee, ik ben het helemaal met je eens. Ja, dit is eigenlijk een beetje een sprongetje. Een heel, totaal ander type game. Tony Hawk's Pro Skater. Want ook hier veel fans van op de redactie. Die eerste heb ik inderdaad ook gespeeld. Heb je laatst nog de remake hiervan gespeeld? Absoluut. Ja, absoluut. Ja, ik vond het super vet. Maar Tony Hawk is voor mij ook...
durf echt te zeggen dat... Kijk, sowieso heeft gamen mijn leven heel erg veel gegeven. Echt veranderd, zeg maar. En ik denk dat... Waarom was dat? Ja, kijk, ik woon op het platteland van Groningen. En er was gewoon niet zoveel te doen. En ik denk dat... ja, oprecht, weet je. En gamen heeft mij echt in werelden gebracht... waar ik gewoon totaal in op kon gaan. Zeker in die tijd. Dat je nog niet de hele tijd op je mobieltje zat te checken. Ja. En toen kwam ik dus Tony Hawk tegen. Nou ja, en ik wist helemaal niet dat skateboarden zo'n cultuur had. En die muziek. En toen ben ik dus gaan skateboarden door dit spel. Okay. Door deze serie eigenlijk. En ja, dat is... Als ik dit alleen al zie, die trailer, en ik zie dit doosje, zeg maar... Dat is voor mij een soort van 6-7 jaar aan non-stop skateboarden, gamen... al die Tony Hawk spelen en zo. Ja. En ja, dat heeft gewoon zoveel impact gemaakt. Ja, nee, dat kan ik me ook wel voorstellen. Was het voor jou game was escapism of... Was je een beetje een stil type? Jij lijkt me namelijk helemaal geen stil type in de klas. Nee, dat viel wel. Ik had juist een hele grote bek. Ik moest juist wat vaker... Maar dat was ook, ja... Weet je, als je als jochie onzeker bent... dan ga je maar gewoon grapjes maken en een grote bek opzetten... dan valt het niet op, maar... Nee, het was niet echt escapisme. En ik denk ook wel, ik kom uit de tijd van de couch co-op en 4 players op de bank, zeg maar. Dat mis ik ook wel. En 5 broers. Ja, en 5 broers. Allemaal gamers? Nee. De ene, ik ben de jongste van 6 gozers. Maar diegene na mij, Joger, dat is wel echt een gamer. Okay. Maar daarboven, dan wordt het al snel... die hebben wel gewoon goede banen en zo. Ah, oké. Ja. Dus altijd met je broers zat je gewoon samen te gamen. Ja, zeker. Ja, ja vet. Gaan we naar een game die ook bij veel mensen natuurlijk hier op de redactie hoog in aanzien staat. Ik denk misschien wel de grondlegger van een compleet nieuw genre. GTA Vice City of San Andreas, een van de twee. Ook die heb ik thuis nog kunnen vinden. Ja, man, oh man. Ja, misschien moet ik GTA 3 er ook wel in includen. Maar laten we gewoon zeggen, de eerste generatie 3D GTA's, die vallen voor mij een beetje in dezelfde... Ja, in hetzelfde vak, zeg maar. Dat zijn eigenlijk gewoon... Ik kon als kind niet voorstellen dat je top-down GTA... dat dat in 3D ook kon. Ja. En ik weet dat mijn goede maat... Hoe oud was je toen ongeveer? Ja, ik denk dat ik net in de brugklas zat. En toen speelde ik GTA 1 en 2 heel veel. En toen in de tweede klas of zo... toen kwam GTA 3 uit op de PC. En een goede maat van mij die zei... ik heb GTA 3 op de PC. En toen ben ik echt speciaal naar hem toegefietst... om dat te zien. En ik stond gewoon achter hem zijn bureaustoel... echt gewoon van... what the fuck? Dat kan gewoon in 3D allemaal. Gewoon met een tank door de stad rijden en de hele boel aan gort schieten. En ja, dat... Weet je, het grappige is, ik heb dit ook gespeeld. Ik vond het ook toen fucking great. En ik heb het ook bijvoorbeeld met Tomb Raider, wat ik toen ook een hele vette game vond, de eerste. En als ik dat dan nu terugkijk, dan denk ik van, hoe heb ik dit ooit... Ik heb dat toen heel anders beleefd. Ik kan me niet voorstellen dat ik dit zag. Ik zag een echt die wereld. Ik zag gewoon een realistisch Miami, maar... Heb je die remasters gespeeld die ze net hebben uitgebracht vorig jaar? Die GTA 3 en Vice City en San Andreas? Ja, die trilogy. Nee, ja, ik heb wel gespeeld, geprobeerd, maar dat was echt crap. Nou, ik moet zeggen, ik ben dus nu San Andreas aan het spelen uit die trilogy. Okay. En ik begin er langzaamaan in te komen. Dat merk ik sowieso met oude games. Als je retro games speelt, soms moet je echt even weer een uurtje of twee zitten. En dan is het net alsof je ogen weer vierkant worden. En dan ineens dan is het gewoon weer vet. Weet je? Ja, maar ik snap je wel. Het is wel, als je ze op de PS2 gaat spelen... Zelfs dat heb ik nog gedaan vorig jaar, San Andreas. En ook dat werd op de duur gewoon weer leuk. Maar ja, dit was... Ik bedoel, San Andreas is voor mij eigenlijk gewoon wel de climax. Want ik was als puber heel erg into West Coast gangster rap. Weet je wel, Tupac, Snoop Dogg en zo. En Dr. Dre. En dit was gewoon letterlijk... Dit voor mij als, zeg maar, HAVO-pubertje met allemaal rap-cd's... dacht ik echt van... Eindelijk zien ze mij, zeg maar. Van, dit is voor mij. Ja. Ja, dat was echt fantastisch. En ook een heel zielig verhaal, want mijn PlayStation 2 die heeft de disc na 3 weken. Ja, hij zit er ook niet meer in. Die is weggegooid. Maar die vervolg gegeten? Nee, die is gewoon bekrast. Ja, oh, ja. Fuck. En ik had geen garantie meer. Nee. Dus toen, dat was mijn San Andreas avontuur. En toen had je broer gelukkig nog wel de versie, of was je weer naar je vriendje toe? Nee. Ik heb hem echt jaren later op de PC nog gespeeld. Okay. Maar drama. Dus daarom speel ik hem nu op de PS5 uit. Volgende game, nou dat zal... Koos dan heel blij mee zijn, want dit is ook een van Koos' grote favorieten. Metal Gear Solid 1, 2 en 3. Oh man, ik krijg er bijna kippenvel van. Ja, nog beter dan dit. Ja. Metal Gear Solid is voor mij ook wel... ik denk dat ik heb als eerste Metal Gear Solid 2 gespeeld. Yeah. Ik had nooit een PlayStation 1. Die leende ik af en toe, maar die had ik nooit lang genoeg. En Metal Gear Solid 2 is denk ik de eerste keer dat ik echt aan het einde van een game de credits... Oh man, ik hoor de muziek al. Dat je, man. Dat ik de credits van een game zag rollen. Oh jongens, kijk naar. Gaan we hoor. Kippenvel. Gaan we. Ja, ik ben echt verschrikkelijk hoor. Echt een nerd der nerds af en toe. Maar die game die nam mij... Voor het eerst dacht ik ben geen kind in deze game. Weet je? Ik was heel erg gewend aan kiddie games. Maar Metal Gear was echt... Het gooide een soort van hele filmische vibe op je. En ook echt, maar Kojima is natuurlijk ook een grote cinematografisch wonder. Ja, en...
toen had ik die game uitgespeeld. Ik krijg echt, jongen, man, oh man. Ik moet me even afvoeren zo. Ik krijg echt de rillingen, want ik weet nog, ik was 15 of zo en ik speelde toen die game uit. En toen kwam die eindtune en ik dacht, wat de hell. Dat einde van Metal Gear 2 is ook een hele grote mindfuck. En het was gewoon zo volwassen, wat ik zelf toen nog absoluut niet was. Maar dat ik echt zoiets had van, wow, dit is dus ook gamen. Storytelling en echt... Vind je zoiets dan ook vetter dan een hele goede film? Ja, eigenlijk wel. Ik hou ook echt van films, maar ja, weet je, de sense of immersion. Ja, ik weet niet, dat zijn allemaal, ik zoek de Nederlandse woorden. Ja, immersie. De beleving van onderdompeling is ook fantastisch. Maar... Ja, ik hou gewoon ontzettend van games. Ik ben misschien een control freak of zo, maar ik... Ja, nee. Kijk, weet je wat het ook is? In films gaan de scènes maar door, maar ik waardeer de details. Ik zit achter alle kastjes te kijken en alle textures van tijdschriftjes elk deurtje moet open bij mij. Ja, en Metal Gear is natuurlijk daar wel de game voor, weet je. Die Kojima die verstopt overal plaatjes en posters van schaars geklede dames en kikkers en weet ik veel wat ze overal hebben verstopt. Dus, wel heel stealthy, totaal anders dan een GTA. Of lig je dat stealthy of ben je meer van hakkenbeuken? Nou, ik hou wel echt van stealthy, maar ook wel van het beuken. Maar ik denk dat Metal Gear heeft wel de juiste combinatie. Want ik weet niet, er zit ook wel veel actie in, met de boss fights bijvoorbeeld. En Metal Gear Solid 3 vind ik ook wel ietsje meer actie... Mm-hmm. Maar al die games zijn voor mij echt van een niveau. Maar ik heb dus, en dit vind ik echt bijna lastig om te zeggen... Ik heb Metal Gear Solid 4 dus niet gespeeld. Oh, want ik heb altijd nog. En nog steeds niet. Ja, en dat wil ik dus ook doen. Maar ik wacht op die remasters. Ah, oké. En ja. vind je dat Kojima van zijn padje is inmiddels? Of? Nou, ik vind dat Konami wel hem echt een... they did him dirty, my boy. Ze hebben hem wel echt gepakt hoor. Want ik bedoel, Konami maakt nu alleen nog maar pachinko-machines natuurlijk. Ja. En... Ik vind Kojima iemand... Ik volg hem blind. Death Stranding was niet mijn game. Maar ik moet wel zeggen... Het was wel een ervaring waar ik 20 uur lang in heb gezeten. Zo van, wauw, wat ben jij? Een totale mafkees, maar wat hou ik van je? Ik ga hem denk ik ook nog wel uitspelen, hoor. Alleen, op de dure dacht ik... Ja, ik kan ook bij PostNL gaan solliciteren. Dan krijg ik nog wat geld voor. Ja. Maar ik kan niet wachten om te zien wat Kojima nu weer gaat doen. Hij is echt onafvolgbaar. Ik denk dat je Kojima, de fans of de mensen, je kan ze in twee groepen scharen. Namelijk, je houdt van hem of je hebt een hekel aan hem. Ja, en voor beide valt wat te zeggen. Ik vind hem een moeimaker. Ik vind hem zo moeilijk doen. Zo'n Death Stranding, echt. Dat is precies wat je zegt, waarom zou ik met een kast gaan oplopen? Maar ik ben daar dan weer net even wat te simpel in, hoor. Dat trek ik mezelf ook wel aan. En wie weet mis ik daar door ook wel... Heel veel dingen. Ja, ik snap je wel. Maar weet je wat ik wel dope vind aan Kojima? Is van hij zorgt wel voor een tegengeluid in gaming. Waar ik altijd het idee heb van hij is namelijk best wel een gast met heel groot... Hij heeft veel gewicht. Als hij zeg maar iets in de game vijver gooit, dan komen er wel ripples. En hij durft wel om te zeggen... Ik ga gewoon een van de IP uit de grond stampen waar niemand op zit te wachten. Maar ik ga gewoon zeggen dat het vet is. En we zetten Norman Reedus met een gigantische rugzak in een van de Schotse hooglanden neer. Ja. Zo van, je eet maar wat de pot schaft. Dat is Kojima. Maar ik moet wel zeggen dat inderdaad ik me wel kan voorstellen dat het niet voor iedereen is. Nee. Maar ik ben blij dat het is. Maar dat is alleen maar mooi. Want anders zitten we allemaal hetzelfde spelletje te spelen. Klassieker na klassieker, jongens. GoldenEye op de N64. Die komt binnenkort weer opnieuw uit op de Game Pass. Ja, daar zit je toch ook niet meer op te wachten. GoldenEye nu gewoon weer opnieuw uit gaan brengen. Waarom? Dit is toch gewoon bam. Klaar. Ik kan daar heel simpel over zijn. De enige reden dat ze dat zouden kunnen doen is omdat de couch, 4-player, gewoon met 4 vrienden op een bank zitten. Dat is gewoon heel vet. Alleen vraag ik me af, wie heeft er nou 4 controllers thuis liggen? Ja, 4 vrienden vind ik nog moeilijker. Ik heb net gelezen dat jongeren zich eenzaam voelen, dus dat wordt een groot probleem. Ja. 4 vrienden vinden. Ja. Nou ja, misschien dat dit spel, dat je gewoon op de prikbord bij de Albert Heijn moet hangen. Ik heb GoldenEye, wie wil er langskomen? Maar ik ben wel blij dat ze het doen, gewoon omdat voor mij is... Ja, dit was vroeger wel echt een game die heeft echt mijn hoofd echt... Een soort van paddenstoelwol kwam eruit mijn kop, zeg maar. Ik dacht, hoe de fuck kan je gewoon op een mannetje zijn hand schieten en dat hij dan... Oh, dat was ik helemaal niet gewend. Ik was Doom gewend, weet je. En dan schoot je gewoon op een gast en dan had je gewoon een soort spaghetti bolognese op de vloer. En bij dit spel was ook gewoon de muziek en die soort van James Bond film vibe. Voor mij, dit is echt een van mijn all-time favorite games. Ja, er is dus een remake gelekt, zei ik ook in de brieven maandag. Dat er een remake is gelekt 2 jaar geleden. Die heeft Rare gemaakt voor Xbox Live Arcade. En die is gewoon met twin stick support voor 4 spelers ook. Ja, die heb ik dus samen met mijn broer gewoon gespeeld. En die kan je gewoon helemaal uitspelen. Je hebt hem gewoon illegaal van Piet Piraten. Ja.
Okay. Ja, en nou ja, goed, ik zag al dat die remake vetter was dan wat ze nu gaan uitbrengen. Dus voor mij voelde het een beetje als mosterd... Na die maaltijd. Na die maaltijd. Ja. Maar ja, de originele GoldenEye, dat... ja. Een van de beste games, een van de beste... Die heeft een grondlegger van veel ook weer. Een plekje in mijn hart. Ja. Echt, van de ene game die geremasterd gaat worden naar de andere game die geremaked gaat worden. Namelijk door Capcom. En dat doen ze altijd fucking goed. Resident Evil 4 heb ik inderdaad gespeeld op misschien wel de mooiste console ooit gemaakt qua vorm. De GameCube. Oeh, daar zeg je, ja, dat vind ik wel een statement. Weet je wat zo cool is aan de GameCube? Ja, hij heeft een handvat, je kan hem meenemen. Dat bedoel ik. Gewoon zo van, de linkerhand, je Albert Heijn, Big Shopper. Ja. En paars, hè? En paars, en oranje, en wit. Ja, dat was een mooi dingetje. Wist je dat er een zilveren was met Resident Evil 4 logo op de bovenkant? Nee. Wist je dat ik die had? Oh. Wist je dat ik die heb verkocht voor 20 euro? 20 euro? Ja, nou, dat is niet slim, nee. Nee, maar goed, Resident Evil 4 is denk ik voor mij de... zeker toen die uitkwam, ook gewoon een soort van... Dat was op dat moment de hoogtepunt van game design. De pacing van het spel, de werelden, de verschillen, het tempo van het spel. Dat zei ik net al, maar dan pacing. Maar ik denk, ik gooi er ook wat Nederlands in. Ja. Ja, dat is voor mij gewoon perfectie. En ik heb deze game 5 keer uitgespeeld. Ik ben nu met de 6e keer bezig op de Oculus Quest. Okay. Ik heb hem uitgespeeld op de Wii, op de GameCube, op de PS2. En ik heb hem ook op de Switch nu. Okay. Ja, ik bedoel... En dan straks nog een keer helemaal overnieuw. Ja, dit spel is voor mij een soort van... gewoon de shit, zeg maar. Ik vind het zo vet. En ook die vibe. En ik snap wel dat mensen destijds zoiets hadden van... het is niet scary, niet Resident Evil. Maar voor mij is het gewoon... het voelde zo legit echt als... een soort premium game aan toen ik hem kocht. Ja. En ook de graphics, hoor. Ik vind dat Capcom voor die tijd ook die soort van hele... Ja, ik weet niet hoe die stijl heet, maar van die realistische textures en zo. Het was echt een sfeervolle game die ik... puzzles, ja. Ja. Ja, heerlijk. En ook die schatten vinden en zo, en je wapens upgraden en weer een nieuw game plus. Ja. En de Wii-versie is heel vet ook trouwens, want dat mikken werkte heel goed met de Wii-mode. Oké. Okay. Maar ik weet niet of je de Quest-versie wel eens hebt gespeeld. Nee, want ik word misselijk van... Ik ook, maar ik heb het ervoor over. Dus ik heb een emmer om mijn nek hangen, zeg maar, met die beugel zo. Ja. Ja, het is... op de Quest is het een lekkere oude reclame. Oh, wat gezellig. Ja, ik haat die shit van Nintendo. Maar doen ze natuurlijk allemaal van die gelukkige gezinnetje die dan zo zitten te spelen. Maar zo game je niet, jongens. Ja, toen kon dat nog. Hè. Toen waren de energierekeningen nog niet zo hoog. Nee, maar ik bedoel, no way dat je zo gamet. Ze zijn te vrolijk, te lief, te gezellig, man. Ik bedoel, ja, dat is ook heel raar. Degene die niet game zit sowieso onderuit gezakt, zo een beetje te kijken. Ja. En niet zo actief ernaast. Ja, ze shirt sowieso onder de Doritos en chips kamers en zo. Ja. Dit is nep. Maar goed. Resident Evil 4, ja inderdaad, zonder 3 uitroeptekens achter. Dan gaan we naar een game die ik ooit in The Power Unlimited een 7 heb gegeven. Tot de dag van vandaag word ik daarmee achtervolgd. Shenmue 1 en 2. Heb je die een 7 gegeven? Ja, die heb ik een 7 gegeven, omdat ik hem... Dat hadden ze ook echt niet aan mij moeten geven, want ik was aan het rondlopen. Ik denk, wat moet ik hier doen, man? Ik wil helemaal niet in een straat lopen en daar ook een spelletje kunnen spelen. What the fuck is, wat is dit? Ja, maar het is, ja. Ik moet mijn mond houden. Ook dat snap ik heel goed. Ik weet niet of jij dan de persoon was om die game te spelen, maar... Nope. Ja, weet je, zo kan dat gaan, hè? Ik bedoel... Het was 300 gulden die ik daarmee verdiende, dat gauw ik niet weg. Ik kreeg gewoon die opdracht. Ja, ga jij dit doen? Nou, dat doe ik wel. Nou ja, ik hoop niet dat er daardoor mensen zijn die dat spel niet hebben gespeeld, die dat wel hadden moeten spelen. Ja. Maar weet je wat het is? Shenmue was natuurlijk destijds een beetje de laatste soort van, Hail Mary van Sega, van de Dreamcast. Ja. Had echt een game nodig die de Dreamcast naar een grote publiek zou brengen. Ergens zegt het natuurlijk al wel wat dat Sega dacht dat dit het dan was. Mm-hmm. Het was dus ooit begonnen als Virtua Fighter RPG. Dus dat was het idee, zeg maar. Dus Ryu Hazuki, de hoofdpersoon, is eigenlijk ook, ja, ik weet niet hoe die heet, die guy van Virtua Fighter met bruin haar. Ja. Correct me if I'm wrong. Maar dit was denk ik de eerste game waarin ik echt het idee had van deze open wereld heeft geen grenzen. Je kan gewoon een telefoon oppakken en de mensen bellen. Je kan bij alle deuren aankloppen. En die vibe van eind jaren 80 met zo'n gozer die dan zijn vader wil avengen, die is overleden. Het was... Ja, ik heb dan niet de Dreamcast versie mee. Ik heb de... Ja, dat is wel jammer hoor, want ik heb hem op de Dreamcast gespeeld. Maar in die tijd, en dat is jammer, want ik ben heel, heel... Het is misschien wel mijn favoriete game ooit gemaakt. Alleen je krijgt het niet meer aan de man tegenwoordig. Omdat precies in de tijd dat dit uitkwam, was dat allemaal nog soort van echt next level. Ja, het is jammer. Want ik bedoel, hij heeft natuurlijk weer een nieuw deel gemaakt, volgens mij. Ja, laatst. Klopt. En nee, via Kickstarter. Ja, en dat is ook een heel lastig split waar je dan in komt. Want de fans die een deel 3 wilden, die wilden natuurlijk wel gewoon een origineel deel 3. Nou ja. En dan kom je ook een beetje in de budgetten van mainstream games van nu. Ja, mijn broer heeft hem wel gespeeld en die zei, ja, die hoeft het niet per se te spelen. Nee. En ik vertrouw hem blind, maar Dat is jammer, hè? Ik bedoel, je ziet het wel vaker dat
moet je nog aan bepaalde series gaan zitten die ver uit het verleden komen. Je ziet het met remakes. Ik bedoel, het is meer mis dan hit vaak. Mm. Ik bedoel, de Resident Evil remakes zijn fantastisch, maar... Demon's Souls. Ook een goeie, maar we hebben heel vaak ook al remakes gezien die niet goed zijn. Ik hoorde Ubisoft alweer van, we gaan een Splinter Cell doen en we hebben een nieuwe schrijver in dienst genomen, zodat het wat meer een modern verhaal wordt. Dan denk ik van, niet doen. En ja, dat had Shenmue ook. We waren 20 jaar later en die man was niet helemaal met zijn tijd meegegaan of zo. En dan wordt het eigenlijk doet meer afbreuk aan de herinnering die je hebt. Ja, dat wil je eigenlijk helemaal niet. Nee, het is een beetje, je kan het een beetje vergelijken met als je dan een hele mooie jeugdliefde hebt. En dan op de duur, dan 20 jaar later kom je haar weer tegen en dan denk je, misschien. Nee. Maar aan de andere kant, kijk, het waren origineel, zouden er 7 delen komen. Hè? En het tweede deel was de portemonnee leeg van Sega. Ja. En Steve de Dreamcast een beetje een stille dood. En ik denk dat het voor de fans, de echte diehard fans, wel heel fijn is dat er in ieder geval het verhaal nog een beetje is afgeschreven. Maar ik hou het gewoon bij 1 en 2. Dat is voor mij prachtig. En zeker in die tijd, zeg maar. Dus. Gaan we nu naar een game waar je 1 en 3 voor hebt gekozen. Een game die eigenlijk ook een klein beetje op het ruggetje ligt. Mm-hmm. De Battlefield genre, oftewel Battlefield 3 en Battlefield 1. Ja. Ja, Battlefield 3, dat was voor mij wel... ik weet nog dat ik de open beta speelde en dat ik echt dacht... Oké, dit is wel echt even een soort van next gen. Je bent meer Battlefield dan COD? Nou, ik heb heel veel Warzone gespeeld en vroeger ook heel veel Black Ops. Die heb ik toevallig, toen ik bij Game King stage liep in 2009, heb ik Black Ops gekregen. En ik weet nog wel dat ik toen ook tegen jou zei van... Black Ops is stom. En toen op de duur na dat launch event wat we toen deden... toen heb ik Black Ops mee naar huis genomen. Toen heb ik die om 12 uur 's avonds ingegooid. Nou, ik lag om 6 uur nog steeds niet op Battlefield. Maar ik denk gewoon dat Battlefield 3 was wel... Ja, dat was wel de perfectie voor mij van die soort van moderne oorlogsvoering vibe. Met grote maps, planes, trains en automobiles-achtig idee. Je had alles. En Battlefield 1 was misschien een stapje terug qua moderniteit. Maar ja, ik denk wel dat 3 en 1 voor mij wel een beetje... toen was het echt nog vet, weet je. En Battlefield 5, die... Maar waar is het fout gegaan volgens jou dan? Ja, ik denk dat ze met Battlefield 5 hebben geprobeerd om de Tweede Wereldoorlog te herschrijven. En dat klinkt misschien hard, maar dat het ineens ging over equality. En we moeten precies van elk geslacht en elke huidskleur evenveel op het slagveld staan. En ik ben all in voor equality, hoor. Ik vind het echt hartstikke belangrijk dat iedereen vertegenwoordigd wordt in media. Alleen als je de Tweede Wereldoorlog gaat realistisch aan de man wil brengen, wat ze natuurlijk nooit hebben beloofd, maar ik had dat vetter gevonden. Verleden kan je niet herschrijven. Nee, en dan ineens rennen er gewoon 20 chicks met Duitse vlaggen over het slagveld. En dan denk ik, sorry jongens, maar dat trek ik gewoon niet. Want ik ben wel een purist, weet je. Ik ga wel op authenticiteit. Battlefield 2042 heet die toch? Ja. Ja, daar kom ik nog niet met een stok van 10 meter aan. Dat is echt, ik ben ook bang dat ze wat te veel hebben gekeken van het moet groter en nog meer verkocht. En Warzone is vet, dus we moeten het wat meer die kant optrekken. En uiteindelijk, terwijl ze zeiden van we gaan trouw blijven aan de roots. Maar dat kun je echt van geen kanten zien. En welke richting vind jij dat Battlefield op moet? Even een kleine segue van wat zou jij een thema vinden? Ja, maar het is het probleem wat bij pubs is, het draait nu allemaal om geld. En ze kijken allemaal naar elkaar. Dus niemand is meer tevreden met, bij wijze van spreken, een Battlefield waarvan er 12 miljoen worden verkocht. Mm-hmm. En net zoveel spelers als vroeger. Het moet allemaal vergeleken worden met een Warzone die 60 miljoen spelers heeft, bij wijze van spreken. En soms moet je ook gewoon tevreden zijn met dat wat je kunt bereiken. Ja. Een game maken van 12 miljoen is gewoon hartstikke fantastisch. En dan maar ietsje minder glorieus. Mensen willen gewoon grote, gewoon die ouderwetse grote veldslagen weer. Daar zeg je wel wat. Zo had ik er nog niet eens over nagedacht inderdaad. Maar ik denk inderdaad wel dat game developers misschien, zeker de grote developers of publishers daarachter dan, dat die te veel bezig zijn met omzet en dan te weinig met hoe maken we een game die waar over 10 jaar mensen nog over napraten. Nou ja. De spreadsheet mafia is de baas, niet meer de developer. De developer bepaalt niet meer hoe die game. Die krijgt gewoon van tevoren, moet dit zijn, moet dat zijn, moet een beetje Battle Royale zitten, moet lijken op die game. Dus maak maar zoiets. En dan krijg je dit soort meuk. Ook hier op de redactie, iedereen speelt nog steeds Battlefield 3, Battlefield 4. Ja. Het is te triest geworden. Oh ja, 4 was ook vet trouwens. Dat je dat nog moet gaan opstarten, terwijl er eigenlijk hele nieuwe Battlefields zouden moeten zijn op de next gen. Ja, en in principe, kijk, weet je, waarom ik Battlefield 1 heel vet vond, was het was redelijk beperkt in zijn arsenaal, maar het was supergoed afgesteld. Je had die kleine vliegtuigjes en van die
totale gigantische maps. Hoe heet die? Ja. Sinai Desert, weet je. Ik weet die beta van Battlefield 1. Dus had ik een Canadees bij mij logeren. En wij hadden twee PlayStation shows. Zaten we de hele nacht, zaten we gewoon samen in zo'n vliegtuigje. En ik dacht, dit is next level gaming. Ja. Dit kan alleen maar vetter worden. Nou ja, toen kwam Battlefield 5 uit en we all know what happened. Toen werd het ineens een soort van slagveld met daar ook een hele politieke ondertoon aan. Ja. Dat is heel jammer. Het is ook wel grappig om te zien hoe snel je dan een gigantische franchise ook weer in twee games compleet kunt verneuken. Maar goed, ze zijn weer opnieuw begonnen. Nieuwe Battlefield is in productie, dus we gaan het allemaal meemaken. We gaan naar een game toe. Ik ga het even omdraaien, want die laatste game, die bewaar ik nog even. We gaan naar Hitman toe. Dat vind ik dan wel, misschien als je Metal Gear Solid leuk vindt, dat je dit dan ook leuk vindt qua puzzelen. Hoe ga ik iemand omleggen? Misschien, ik keek vroeger wel veel Game Kings, misschien ben ik gewoon gek op kale mannen. Dat kan, veel kale mannen. Kale mannen. Ja, ik weet niet, Hitman, ik ben al begonnen met Hitman 1 op de PC. Dan heb ik het echt over de oude Hitman 1. Ja. En dat was voor mij al, weet je wat het vette aan Hitman vond ik, het idee van je kan op meerdere manieren zo'n missie aangaan. En dat, ik wil in games altijd een zekere mate van vrijheid genieten, waardoor ik word uitgedaagd. Dat vind ik bijvoorbeeld ook vet aan de Souls franchise. Je kan op meerdere manieren je pad vinden. Niet dat ik niet van lineaire games houd hoor, maar dat is, moet dan wel binnen 10 uur moet ik de credits zien. Want ik wil niet 40 uur lang op een lopende band staan. Ja, ja. En ik denk dat Hitman 1 op de PC begon bij mij al dat ik dacht, dit is vet joh. Dan zat ik gewoon zo'n mannetje dat je die disguises aan te nemen, dat je één missie gewoon op 20 manieren kan doen. Ja. Nou, toen kwam Hitman 2, toen kwam volgens mij Blood Money, Contracts, Absolution. En toen kreeg je opnieuw Hitman 1. Ja joh, voor mij beginnen ze weer bij 1 straks. Ik vind het prima. En het level design van die nieuwe trilogie. Ja. En gewoon de rijkheid van die missies, hoeveel variaties je kan vinden. Ik weet niet of je Hitman 3 hebt gespeeld, maar er zit een map in. Dan zit je in een bos in Berlijn, zit een illegale nachtclub. En dat is echt, als je die dansvloer opkomt, en ik heb dan zo'n dikke 7.1 set thuis. Sorry buren. Maar dat is echt, jongen. Dat is gewoon, dan zit ik er helemaal gewoon in. Oké. Ja, Daan vindt het ook fantastisch. Ik vind het echt vet, man. Is dan echt uren aan het plannen. Om het liefst zo moeilijk mogelijk. Ja, ik speel hem nu ook op de moeilijkste mode. En ik heb Hitman 1 en 2 en 3 nu bijna allemaal uit. Dus dat is echt heel vet. Vet. Ga ik naar die laatste game toe, want zo ken ik jou ook wel een beetje. Ik bedoel, jij bent een van die Super Smash freaks. Ja, zeker. De beste beat'em-up. Het is een beat'em-up, hè? Of een fighter? Het is een... hier krijgen we een... Ja. Er zijn wat ex-Game King stagiairs. Fundamentalisten zijn het, hè? Ja, ik denk de puristen die spelen zonder items. Ik vind het een partygame, want ik speel het ook met mensen die het niet zo goed kunnen. En ik wil niet de hele tijd... Ik bedoel, ja... Ik vind het gewoon leuk met items. En het is natuurlijk een beat-em-up met een beetje partygame twist erin. Maar het is vooral als jij alle Nintendo franchises in een blender gooit en je gooit er een boxhandschoen bij in en dan gooi je dat eruit en dan heb je een glas Super Smash. Ja. En dit doosje heb ik gekocht voor 99 gulden op mijn verjaardag destijds. Ja. En dit heeft 4 jaar in onze N64 gezeten elk weekend. En speel je het nog steeds? Ja, zo nu en dan. Maar dat is wat je zei, vrienden. Ik heb zo weinig vrienden die dat offline willen spelen. En ik wil dit offline spelen. Want als ik je een Falcon Punch geef, dan wil ik je wel even aankijken. En dat is het fijne. Dan geef je iemand even een knuffeltje en zeg jij. En ik denk dat Super Smash voor mij daarom een beetje... het is echt ook een beetje nostalgie. Ik speel het te weinig en... Is het de beste vechtgame, als ik het even algemeen bedoel? Je hebt natuurlijk ook de Tekken en de Street Fighters. Want dat heb ik vaak wel, hè? Dus je hebt dan de Super Smash. Dat is een hele aparte groep. En dan heb je de fighting fans die Tekken spelen en Dead or Alive en Street Fighter. En dat... Het is een hele aparte scene. Ja, weet je, ik vind die andere fighters zijn voor mij meer skill games die draaien om patronen. En ik vind die games niet zo dynamisch. Ik vind het vet om te zien. Maar bijvoorbeeld Soul Calibur vond ik nog wel dope vanwege die wapens. En er zat ook nog wel wat... Ja, ik kan het niet uitleggen. Ik ben niet zo iemand voor een arcade stick en Street Fighter-achtige games. Maar ik heb het wel veel gespeeld vroeger. Alleen dat was voor mij heel casual, weet je. Want ik kende die combo's niet. Dus dan was ik na 20 minuten wel klaar mee. Maar Smash kan ik echt gewoon de hele nacht doorspelen. Het is zo druistig, maar het gaat zo snel. Oh man, je bent back. Vroeger, als we gingen indrinken voordat we naar de stad gingen, dan gingen we altijd Smash spelen. Nou, dan was je eigenlijk al helemaal vergaan voordat je de disco in kwam, zeg maar. Dus, hyper word je daarvan, inderdaad. Je houdt ervan of je hebt er ook weer niet zoveel mee. Maar de mensen die ervan houden, die zijn ook echt bloedfanatiek. Want van deze 10 games, je onbewoond eiland, Ameland, ergens bij Groningen. Maandje moet je er zitten, welke game ga je dan meenemen? Even denken. Ja. Oh, mag ik de lijst nog even zien? Ja, je mag zeker de lijst zien. Je mag niet bij de runners-up, hè? Die doen we later al een keertje. Oh, ik wilde ze net allemaal gaan voorlezen. Nee.
Man, dat is echt moeilijk, joh. Ja, ik dat denk... is GameKings, hè? Moeilijke vraag. Oh, ik denk toch Dark Souls 1 Remastered. Dark Souls 1 ja, Remastered. Ik denk het toch. Okay. Als ik op zo'n onbewoond eiland zit, dan heb ik zelf medelijden met mezelf. En het enige wat Dark Souls je vertelt is, met zelf medelijden kom je helemaal nergens. Nee joh, man up, get good, dat idee. En, slim. Ja. Nou ja, een mooi inkijkje in, het gamerleven van Jasper. Dat was een hardcore gamer. Ik bedoel, ik kan je niet anders bestempelen dan dat. Vanaf kinds af aan al gefascineerd door het... Ja, door het medium. Ja, dat betreft. En nog steeds. Tof. Nou, wie weet, binnenkort gaan we misschien wat meer de modernere tijd in. Wat je de laatste tijd heel veel hebt gezien. En sowieso zien we je terug in de Retro Week.